Ondanks het slechte weer wordt vandaag de laatste hand aan onze fruitboomgaard gedaan. Wij gaan hier 540 fruitbomen aanplanten in 46 rijen met appels, peren en pruimen. Het is nu de beste tijd om de bomen aan te planten. Om de boom is nu in rust om in het voorjaar de eerste bloesem te kunnen ontwikkelen. Om een hele boomgaard aan te leggen kwam meer voor kijken dan wij hadden verwacht. Met alle beregeningsinstallatie, druppelsystemen natuurlijk, voedingssystemen natuurlijk, wat er nu ook volledig geautomatiseerd is in de boomgaard om dat op de juiste manier aan te kunnen sturen. Wij hebben hier grond aangebracht van onze oude tuinderij om de fruitboomgaard goed te laten groeien en om gezond fruit te krijgen. Wij laten dadelijk de kinderen van de scholen de appels plukken om de kinderen bewust te maken dat een appel aan een boom groeit en hoe gezond dat die is. Bij zo'n modern pand horen ook de modernste rassen met fruitbomen om onze klanten te inspireren.